De Vereniging van Economisten VES en de Surinaamse Vereniging van Journalisten SVJ zijn gisteren van start gegaan met een training voor mediawerkers. De training heet Basiseconomie voor niet-economen en zal op 5 maandagen worden verzorgd. Tijdens deze training leren de mediawerkers basiskneepjes van de economie die toegepast kunnen worden in de journalistiek. Bij de opening van de training merkte Swami Girdhari van de VES op dat journalisten een belangrijke schakel vormen tussen beleidsmakers en de gemeenschap. Vanuit deze rol is het van belang dat mediawerkers een goed inzicht hebben van economische vraagstukken. Jullie spelen een belangrijke rol in de schakel tussen beleidsmakers, tussen maatschappelijke groepen en de samenleving. De samenleving krijgt daar informatie via de media, via de verschillende vormen. Via de schrijvende pers, via pers met beeldmateriaal, tv en ook via online media. Tegenwoordig is dat ook wordt zeer frequent gebruikt. En het is altijd nodig dat we de juiste informatie geven aan de samenleving via de verschillende kanalen. De VES heeft hierover nagedacht en we gaan een interessante tijd tegemoet. Anderen zeggen een turbulente tijd tegemoet, maar ik denk dat we een belangrijke tijd tegemoet gaan de komende maanden in de ontwikkelingsfase van ons land. En daarbij is de economie zeer belangrijk. SVJ-voorzitter Carla Bovetius is het eens met de stelling van de VES dat economische verslaggeving in Suriname beter kan. Daarom is ze heel blij met deze training. De SVJ staat volledig achter de doelstellingen van deze training. Vooral omdat we nu met deze deskundigen een netwerk kunnen vormen van waaruit steeds informatie ten behoeve van onze berichtgeving kan worden gehaald. Dat de SVJ steeds blijft werken aan het versterken van haar leden en de medewerkers in het algemeen, blijkt uit de verschillende trainingen en workshops die wij de afgelopen maanden hebben gehad. Ik noem nu de training onderzoeksjournalistiek in samenwerking met CEMIF. Check, check en double check, een training onderzoeksjournalistiek in samenwerking met de stichting The Backlog. En dan ook nog de workshop over klimaatverandering in Suriname en nu deze training. Ik wens jullie allen vruchtbare en inspirerende weken toe. Haal er alles uit wat er uit te halen valt en maak goed gebruik van deze gelegenheid. Carla Bovetius, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, gisteren bij de opening van de training Basiseconomie voor niet-economen. De training is in samenwerking met de Vereniging van Economisten in Suriname georganiseerd.